Als het gaat over hou je rollen scherp, dan is het niet aan de media om draagvlak voor wat dan ook te organiseren. Dan, media zoomen te veel in op incidenten met asielzoekers. Dat beïnvloedt het beeld en daarmee ook het draagvlak onder de bevolking. Dat zegt COA-medewerker Rick van Dijk, verantwoordelijk voor de locatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel. En dat zegt hij in Villa Media, dat is een website voor journalistiek. En hij vertelt daar over zijn ervaringen met de media. Ja, Giselle, hij is dus kritisch. Snap je die kritiek? Ja, ik snap die kritiek. Want gebrek aan nuance, dat is natuurlijk eigenlijk heel vaak kritiek op media. En zeker op nieuwsmedia. En dat begrijp ik eigenlijk bijna altijd. Want er is in nieuws nooit voldoende ruimte voor alle nuance die er in ieder verhaal is. Dus er is per definitie is nieuws een samenvatting, een verdichting van een issue of een probleem. Mm-hmm. Dus ik begrijp dat wel. Of ik het terecht vind, weet ik niet. Je moet ook de rollen wel helder houden. Dus wat is de rol van een nieuwsmedium? Ja, dat is om nieuws te brengen en niet om het beleid van het COA uit te leggen of toe te lichten. Mm-hmm. Dus als dat nieuws negatief is, dan is dat zo? Ja. Dat is zo, ja. Dan is dat zo. Ja. Ja. Hij zegt ook blij te zijn in het stuk met bijvoorbeeld de regionale omroep, RTV Noord of BNNVARA, dat voor een documentaire langs was geweest. Hebben jullie een lang verhaal van Ter Apel gemaakt? Nee, hè, toen? We hebben regelmatig gevraagd of we toegang konden krijgen. Nou, daar is het COA niet scheutig mee. Ik vind het wel interessant van dat artikel van Rick van Dijk. Want hij geeft meer lessen. Van, het gaat over lessen in contact met de media. Mm-hmm. Hij heeft ook lessen getrokken die zeg maar positief voor hem kunnen werken. Bijvoorbeeld door sommige media uit te nodigen om een documentaire te maken. Dat is natuurlijk langer dan een nieuwsbericht. Dus daar kan meer nuance in. Dus hij heeft ook wel geleerd hoe je media voor je kunt laten werken. Ja, hebben ze dat gedaan. Ja, want David, even als persoon hier aan tafel die niet in de media werkt, maar het consumeert. Wat is jouw beeld als het gaat om de berichtgeving over asielzoekerscentra? Geen idee. Als het uit je hoofd zou moeten peuren? Ja, nou ja, heel moeilijk te zeggen. Moeilijk ook om als... Ik voel me heel erg een gast die niet in de media zit nu. Ook als we het over het maar je consumeert het toch? Ja, zeker. Ja, maar ik heb ook het idee dat iedereen wel hetzelfde... Ik zie meteen zo'n kop vormen van incident in Ter Apel. Dus je hebt het idee dat daar de hele tijd... Dat is wel het beeld wat iedereen heeft, mm-hmm, dankzij de media. Ja. Ja. Jaap, jij bent natuurlijk de man van de data. Kun je online zien dat mensen ook alleen voor die incidenten gaan... of gaan ze ook voor de context? In de absolute zin, je zou kunnen zeggen dat gewoon korte dingen werken beter. Dus hoe korter het nieuws, hoe beter mensen zijn. Even benieuwd naar het korte onderwerp en de hele bredere context. Ja, daar kun je onderin wel naar verwijzen. Van lees hier alles over zo'n collectie die we net noemden, mm-hmm, bij Marengo. Het zijn nou eenmaal korte dingen. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een heel lang verhaal, een jaar lang. Waarbij we heel veel artikelen schrijven en elke keer krijg je een stukje mee. Ja, en dat je daarin niet alle context kan bieden, dat is heel jammer. Dat begrijp ik ook. Maar ja, dingen zijn losgeknipt. Het zijn geen krantenartikelen of magazineartikelen meer van 4 pagina's. Mm-hmm. Maar die 4 pagina's worden losgeknipt. Ja, ja, maar goed, uit onderzoek blijkt dat er meestal weinig of geen incidenten zijn rondom AZC's. Hè, in het gros van Nederland. Wordt dat voldoende belicht? Nou, hij moet dat in ieder geval goed vertellen ook, dat het zo is. En ik weet bijna wel zeker dat... Dan moet je dat altijd doen? Nou, ik denk dat je op zo'n dag, of als er in een regio voornemens zijn om zo'n asielzoekerscentrum te openen, dan zijn er altijd artikelen, ook bij regionale omroepen, waarin staat dat het ergens anders ook goed gegaan is. Ja. Die worden op dezelfde plek op de website gezet, maar vervolgens gaan Google en Facebook ermee aan de loop. Want maar 1 op de 3 bezoekers komt rechtstreeks naar de site en de overgrote meerderheid ziet het op een andere plek. Ja. En Facebook en Google weten waar mensen op aanslaan. En dat is niet op dat genuanceerde verhaal, helaas. Ja, ja. Ja, want COA die vraagt dan om het creëren van draagkracht. Giselle, maar ja, je zou kunnen zeggen... zijn media daarvoor, nee misschien, maar wel voor... een beeldvorming die in balans is wellicht. Zeker, zeker. Nee, maar dat is natuurlijk altijd het mechanisme. Gebrek aan nuance, dat zegt deze meneer ook. Gebrek aan nuance leidt tot spanning in de politiek... en dat ondermijnt het draagvlak voor een bepaald soort beleid. Ja, dat is een beetje de Pavlov... kritiek op media eigenlijk. Ja. Maar ik bedoel, zonder nieuws zou er ook weinig draagvlak voor allerlei dingen zijn. Maar ik bedoel, als het gaat over hou je rollen scherp, dan is het niet aan de media om draagvlak voor wat dan ook te organiseren.
Nee. Dat is echt aan de beleidsmakers zelf. Maar gebalanceerde maar beeldvorming zeker, wel. Zeker, absoluut. Ja, en dan is het alleen maar te hopen dus dat Google niet vervolgens die artikelen dan weer los de wereld instuurt. Want dan gaat het mis. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.